Splijn. Splijn is eigenlijk een wiskundige kromme die bepaald wordt door een aantal punten te tekenen en die kromme zal daardoor getekend worden. Ik ga heel kort demonstreren. Splijn. Je geeft mij een paar vragen, maar ik ga daar even niet heen. Dus ik geef enkele punten op en je ziet dat die kromme daardoor getekend wordt. En we kunnen ingaan met clues. Dat kan interessant zijn om organische vormen te tekenen. Dat is in de machinebouw niet erg gangbaar, maar als je bijvoorbeeld een computermuis zou tekenen of het handvat van een handgereedschap, komen die entiteiten wel van pas. In het kader van deze basisuitleg gaan wij spleen vooral gebruiken als vervanging voor vrije handlijn, waarmee vroeger bedoeld werd dat de tekenaar met de vrije hand een lijn zette op zijn papieren tekening. Nu, op computers is dat natuurlijk niet meer mogelijk, dus vervangen we dat door zo'n spleen. Die vrije handlijn wordt gebruikt voor het beknopt weergeven of het verkort weergeven van bepaalde stukken. Een voorbeeld daarvan vind je hier, is een verkort getekende as, waarvan zowel de linkerkant als de rechterkant korter getekend is dan ze in werkelijkheid is. En je ziet ook dat dat al een zeer oude tekening is, die waarschijnlijk nog voor het computertijdperk getekend is, met een echte vrije handlijn. Een ander gebruik van die vrije handlijn kunt je in dit voorbeeld zien. Het weglaten van een stuk van uw aanzicht om plaats te sparen of om de lezer van uw tekening niet te veel tijd te doen verliezen met het nagaan van geometrie die elders al duidelijker beschreven staat. Deze schets is een voorbeeld van zo'n verkort getekende as. We weten niet hoe lang het die as is, maar we hebben ze korter getekend dan ze werkelijk is, omdat wat ons hier interesseert is die schroefdraad. Dus dat zal het einddoel zijn van het gebruik van die splijnfunctie. We proberen een mooie achtvormige curve te creëren, waarvan we ergens een stukje wegknippen. En die splijns moeten mooi rakend zijn aan de bestaande geometrie. Als je goed kijkt naar dat onderdeel, dan zie je dat die splijns mooi tangentieel vertrekken uit die bestaande lijnen. We gaan dat eens proberen in AutoCAD. Ik ga een kopietje maken. En dan met de stretch dat een beetje verlengen. Dus het idee is dat de oorspronkelijke as die lengte heeft, maar dat we ze verkort gaan tekenen. En die verkorte tekenwijze gaan we uiteraard hier doen. Hoe beginnen we eraan? Spline. Spline vraagt select first point or method knots object. Allemaal interessant om een keer te bestuderen. Maar het gaat te ver voor deze basisoefeningen om daar diep op in te gaan. Dus zelf eens bekijken. Maar het eerste punt kiezen kunnen we doen. Het eindpunt van die horizontale lijn. Dan vraagt Spline mij een volgende punt. Maar ik ga dat nog niet doen. Ik ga eerst het subcommando start tangency activeren. Als ik dat doe, dan vraagt AutoCAD mij specify start tangent. Nu moet je twee dingen opgeven. De eerste dat je moet opgeven is de richting waarin dat die curve moet beginnen. Nu is die richting naar rechts. Perfect naar rechts zelfs, omdat ik mijn ortho aangezet heb. Ik ga even die ortho uitzetten. Ik zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, laat die spline ongeveer 45 graden naar boven beginnen. Dat is uiteraard niet wat ik wil. Ik wil hebben dat die mooi horizontaal begint. Dus ik zet dat voor mijn ortho aan. Dat is het makkelijkste. En een tweede parameter dat ik moet opgeven is een soort van sterkte parameter. De mate waarin dat die curve zal tegenwerken tegen het buigen. Hoe groter het getal is dat ik nu ga opgeven, hoe meer dat die curve zal tegenwerken tegen zijn buiging. Ik kan dat een keer op 3 zetten. Waarschijnlijk gebeurt er nog niks, maar het zal duidelijk worden als ik mijn volgende punt klik. Dus dat is hier het midden van die lijn. En we zien hier het effect van wat we geprogrammeerd hebben. De tangentiële lijn begint mooi in het verlengde van die horizontale lijn daarboven. En we hebben een bepaalde mate van tegenwerking. Dat staat nu op 3. Mocht dat 5 geweest zijn, ging dat bovenste deel een beetje breder geweest zijn. Dan kunnen we zelf mee experimenteren. Mijn volgende punt, en het zal tevens mijn laatste zijn, vraagt AutoCAD me hier. Enter next point. We klikken daarop. En om te eindigen, moet ik nu ook opgeven in welke richting die curve moet eindigen. Dat is dan met end tangency. Weer hetzelfde. We geven een richting aan waarin dat die curve moet stoppen. Ik heb mijn ortho aangezet, dus nu is dat heel makkelijk om dat perfect horizontaal te doen. Je zou dat in andere richtingen kunnen doen. Als ik dan een keer weer afzet. Bijvoorbeeld schuin naar onder. Maar dat is natuurlijk niet nodig.
En in theorie zou je nu ook de sterkte kunnen opgeven van die endtangent, 3. Maar het blijkt dat dat een beetje buggy gedrag is in AutoCAD. Die 3 wordt niet overgenomen. Ik vermoed dat dat een bug is die hopelijk in andere AutoCAD-versies dan de mijne wordt opgelost geraakt. Maar dat is niet zo erg, want we kunnen dat heel makkelijk nog veranderen. Als we nu die curve vastpakken en we gaan naar Properties, zien we daar links een overzichtje van alle puntjes die we daar opgegeven hebben. En wat dat ons interesseert, is de Start Tangent Vector in de x-richting, is blijkbaar 3. Dat is wat we opgegeven hadden. Dus dat we zeggen, in de x-richting is de sterkte 3 en in de y- en de z-richting is die 0, dat klopt. En de End Tangent Vector in de x-richting is nu 1. En dat was het bugje dat ik over sprak. Ik ga er nu gewoon 3 van maken. En je gaat zien dat dat opgelost is daarmee. Eruit. En we hebben nu een perfect symmetrische spline getekend die qua startpunt en eindpunt er ongeveer hetzelfde uitziet. Herinner je nog het voorbeeldje dat ik probeer na te tekenen? Wel, om dat te doen, heel makkelijk, gaan we deze mirroren. Bijvoorbeeld met de grips commando's. Mirror. Ik ga eerst copy activeren, dat ik mijn origineel nog heb. Mijn onderdeel is gemirrord. Die lijn mag weg. En dan met het trim commando kunnen we een van die lijntjes gaan wegknippen. Bijvoorbeeld dat onderste. En zo hebben we bijna het eindresultaat van die verkort getekende as. Er zijn nog een paar details die moeten aangepast worden alvorens dat verkort getekend as einde afgewerkt is. Namelijk die splines moeten in dunne lijn op papier komen. Dunne lijn komt overeen met lijnen die niet echt terug te vinden zijn op je stuk. En dikke lijnen zijn lijnen die er echt staan. Dus als ik het zou laten staan op dikke lijn, dan verwacht je dat er daar zo'n soort afgevrongen geometrie op die as te zien is. En dat is uiteraard niet waar. Het is maar een beeld dat we hier gaan tekenen. We gaan dat gekromd vlak niet terugvinden, dus dat moet zeker in dunne lijn staan. Uiteraard meer daarover in de theorie over technisch tekenen. In dunne lijn plaatsen, in onze AutoCAD-instellingen, is het verplaatsen van geometrie naar de laag help. En om het helemaal af te werken, willen we ook duidelijk weergeven dat dit bovenste vlak, dat dat eigenlijk de binnenkant is van het stuk. En daarvoor hebben we een ander commando nodig, dat is het commando hatch of arceren.